Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Ja, Hielke. Drie puntjes thuis. Dat is lang geleden, hè? Ja, dat is lang geleden. En het werd ook wel tijd. En dat merkte je aan iedereen, aan de supporters, aan de club, aan het team. Deze hadden we nodig. En dan is het extra lekker dat je hem ook met 5 weer wint. Een paar mooie doelpunten en veel goede aanvallen. Je zegt dat merk je aan het team, maar noem eens op. Wat merk je dan? Ja, goed, kijk, als je zelf gevoetbald hebt, zeg maar, je wint de wedstrijd op 5 niet. Dan gaat het wel aan je knagen en dat knaagt aan iedereen, omdat je weet dat er in de selectie gewoon veel meer zit. Maar het komt er niet uit zoals je het graag wil en hebben we veel kansen laten liggen. Achterin de doelpuntjes wat te makkelijk weg. Goed, het is eigenlijk een optelsom en daardoor hebben we eigenlijk veel wedstrijden gelijk gespeeld, onnodig. En vandaag zag je denk ik vanaf moment 1 dat we gewoon hartstikke goed begonnen en we dwingen ook gelijk een penalty af. Ja goed, en vanaf dat moment hebben we eigenlijk best wel goed doorgedrukt de eerste helft, veel kansen gecreëerd. Alleen, onvoldoende goals gemaakt. En dan zie je op het moment dat je even niet scherp bent en je dekt niet, dan staat er 2-1. Ja, want die eerste goal, dat was jij vanuit een penalty. Ja. Hij gaf een penalty, maar was het ook een rode kaart? Ja, ik vond het wel een rode kaart. Doorgebroken speler, het is gewoon een rode kaart. Ja. Ja. En heb je dan ook al het gevoel van, dit wordt makkelijk, we gaan er gewoon overheen? Nou, vooraf weet je dat niet, want je weet dat GVV niet in beste doen is. Wij zijn niet in beste doen, maar wij spelen wel thuis en dat is altijd wel lekker, want je weet dat het publiek er dan achter zit. En dat geeft altijd een goed gevoel. En we hebben veel druk naar voren gezet en dan krijg je het publiek erachter. En dan maak je die 1-0. Vrij kort daarna, een kwartiertje later geloof ik ook de 2-0. Ja, mooie steekpaas van Gourie. Ja, een fantastische steekpaas van Gourie die klok alleen voor goal zet. En die maakt hem hartstikke goed af. Ja, goed, daarna hebben we nog wel 3-4 hele goede mogelijkheden gehad. Rob van der Leyen onder andere, die wel 3 grote kansen miste. Ja, nou goed, maar Rob heeft vandaag de eerste helft een paar kansen gemist, maar die maakt de tweede helft weer hartstikke goed doelpunt. Dus je moet het voor elkaar ook een beetje compenseren soms. Maar ik denk gewoon een goede overwinning. Wat was het gevoel van de selectie bij in de rust? Nou, het gevoel was van dat we wel scherp moesten blijven. Hè? Maar je staat tegen 9 man, dus je moet geconcentreerd blijven, niet slordig worden in de passing. En ik denk dat we dat bij Vlaag goed gedaan hebben, tweede helft. Ja, en dan scoor je nog 2 keer. Dat was wel een tijdje geleden, hè, dat jij ze erin legde. Ja, dat was dus waar we net over hadden. Een wedstrijd of 4 geleden inderdaad. En het is wel lekker dat je dan even een velddoelpunt maakt. En ik moet zeggen, dat geeft ook wel een goed gevoel. Denk je dat dit de ommekeer is van HHC? Dat je nu een reeks in gaat, net zoals vorig jaar had je ook die reeksen. Dat je weer een aantal wedstrijden wint? Ja, het kan maar zo. Kijk, je wint van GVV thuis. Dat geeft gewoon iedereen een goed gevoel. En dat gevoel neem je ook mee naar Barendrecht volgende week. Wat weer een lastige tegenstander is. Ja, dan gaan we zien of we die flow kunnen pakken. Ik vroeg hem net ook al aan Sargon. Hè? Die geruchten, die hoor jij vast ook wel. Die spelen gewoon heel erg veel. Nu wordt genoemd dat GVV interesse heeft aan jou en wederzijds. Kun je daar wat over zeggen? Ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Ik kreeg het natuurlijk wel mee, maar ik heb er voor de rest niks van gehoord. En ik heb ook geen gesprek gehad met GVV. Kijk, GVV is een hartstikke mooie club. Maar ik heb net wat ik zeg, niks gehoord. Heb je al wel een gesprek gehad met HHC dan over eventueel volgend seizoen? Nou, ik vertelde net ook al. Kijk, er zijn een paar evaluatiegesprekken geweest. Maar dat ging niet zozeer persoonlijk over mij, maar ook over het team en randzaken. En daarin zijn wel een aantal dingetjes naar voren gekomen. Ja, goed. En wat je vaak hebt, als je het laatste jaar is van je contract, dan heb je in de winterstop is daar een gesprek over of iets eerder. Wat is er dan uit voortgekomen? Want het is algemeen bekend, tenminste dat zeggen de supporters, dat er misschien wat frictie is in de ploeg. Hè? Is dat een verschil mening over de tactiek? Ja, goed. Kijk, er wordt ook over voetbal gesproken en ook over de inhoud en hoe wij daarin staan. En, goed, daarin is het misschien ook wel goed dat je niet allemaal hetzelfde denkt, maar dat je ook spart met elkaar van wat denk jij, wat denkt de ander en dat je zo goed met elkaar en dat is ook een beetje de insteek van dat gesprek geweest en daarin hebben de jongens die daarbij waren ook een zegje gedaan en ik ook en that's it. Is de uitkomst dan dat je volgend jaar nog hier voetbalt of dat je dat je kijkt naar een andere club nu? Nou, ik kijk nog niet naar een andere club, want ik heb hier nog geen gesprek gehad, dus zolang dat nog niet is geweest, dan hoef ik ook niet naar een andere club te kijken. Maar sta je er voor open? Om
naar een andere club te gaan. Dat hangt van het gesprek af wat ik hier heb. Kijk, ik ben 28, ik heb nog een jaar 3-4 te gaan en HSC is fantastisch. En ik heb het ook naar mijn zin. Ja, er zijn wel dingetjes waar ik het niet mee eens ben. Kun je ze wat noemen? Nee, dat wil ik hier gewoon voor me houden. Maar gewoon waar ik anders over denk en waar ik wat moeite mee heb. Dus dat moet ik ook even voor mezelf op een rijtje zetten en wordt dat snel duidelijk. Okay. Dit is HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.